is niet pietje doen en zoals hij nu is, is niet iets wat je zelf of alleen bedenkt. Dit hebben we gedaan samen doen met een groep mensen die misschien nu ook in de zaal zitten. Maar ik kan me herinneren uit die beginperiode, de namen die ik van toen kan herinneren zijn Caroline van Liefland, Josia Margherita, Pauline, en ik kwam de naam even kwijt, Dana Linsen. Dat waren mensen. Ik ben nu bekend als filmproducent, maar ik was ooit heel lang filmdistributeur. En op een gegeven moment, toen ik voor Columbia TriStar werkte hier in Nederland, toen liep ik ooit eens een keer in Cannes, kwam ik heel toevallig Krijn Nierburg tegen. Krijn, die is vader natuurlijk, en hij zelf ook een hele historie heeft met Criterion. En wat er gebeurde is, dat ik zei tegen hem, ik zeg, hey, in Amerika is het ontzettend populair, sneak preview, waarom zou je dat niet in de Uitkijk doen? Het lijkt me perfecte plek. Nou, ik heb pas geleden een trein over gehad, toen wij hier een screening hadden van Suskind. En hij herinnert zich niet meer. Ik nog wel, maar hij deed er niks mee. 2 jaar later, toen zat ik zelf hier. En toen was het inderdaad zo slecht met Criterion dat de firma Meteor, waar ik op dat moment directeur van was, zei van, in ruil voor een gedeelde programmering, garandeerden wij een bepaald bedrag aan inkomsten, dusdanig dat het eigen Criterion kon overleven. En een van de onderdelen, want het was toen, dus het is niet dus eigenlijk begonnen in Studio K. Niet de Studio K die jullie misschien nu kennen van verderop, maar de Studio K van hierboven. Een kleine zaal die hierboven zat en daar is het begonnen. En de eerste film, ik zat me echt mijn hersens te breken vandaag, wat nou de eerste sneak preview was. Want dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn om nu even te melden wat nou de eerste titel was van de sneak preview. Ik weet het niet, maar het zou een predecessor hebben kunnen zijn. Want wat er namelijk gebeurde in die periode, toen wij dat idee bedachten, want het idee is natuurlijk heel leuk. Maar hoe kom je aan de films? Nu is het zo dat elke distributeur gewoon echt zijn films levert. Maar op dat moment zeiden ze, ja, Criterion, dat is Meteor Film. En Meteor Film, dat is een distributeur, dus wij gaan geen films aan de concurrent leveren. Nou, gelukkig hadden wij nogal wat veel films gekocht op dat moment in Cannes. Dus wij konden eigenlijk wel redelijk aan. We hadden op dat moment de player, we hadden Cédric Prédicier voor. We hebben op een gegeven moment hier ook een aantal andere grote films gedraaid. En op een gegeven moment draaiden we dat. En de eerste voorstelling in Studio K was eigenlijk nauwelijks vol. Ik bedoel, het zat misschien 1/3 voor de helft vol. De tweede voorstelling zat het al bijna voor 3/4 vol. En volgens mij na 2 of 3 voorstellingen gingen we hier naar beneden. En hier begon het dus ook eerst aarzelend. Maar eigenlijk ook daarna na 2, 3 voorstellingen. Want ik kan me nog herinneren dat toen we dat hier deden, toen bedachten de studenten van Criterion, die bedachten van, hé, we gaan een strippenkaart doen. Dus op dat moment kon je namelijk, als je, volgens mij was het iets van 10 rittenkaart of zoiets, want op dat moment had je namelijk 10 rittenkaart van de bus, kon je 9 keer gaan en de 10e keer was gratis. En daardoor was de gemiddelde prijs laag. De prijs, daar was ook iets over bedacht. Want we dachten van, wat voor prijs moet je nou vragen voor een sneak preview? En daar hebben we dan lang over gehad, maar toen zeiden we van, oké, de prijs die je eigenlijk moet vragen is de prijs voor het huren van de video. Dat is nu ongeveer hetzelfde, de video is misschien tegenwoordig iets lager, een dvd huren, maar het was toen ongeveer dezelfde prijs als het huren van een video. Waarom? Omdat mensen naar een videotheek toe gingen om een filmpje te pakken. Dus het risico, je nam daarmee ook een risico dat dit iets was. Ook hadden we eigenlijk snel door dat een sneak preview alleen maar werkt als het een event werd, en dat werd het ook. Dat werd het eigenlijk door Criterion zelf, want ik denk dat er geen plek in Nederland is waar de sneak preview op een dusdanige manier is neergezet en is ontstaan en op een dusdanige manier is beleefd. Want waar eigenlijk de sneak preview elders alleen maar is verworden tot het zien van een film die nog niet uit was, zodat je erover kon praten, werd Criterion eigenlijk een beleving. Ik bedoel, ik had het er straks ook nog over met een aantal mensen die hier daarna, in de periode daarna, hebben geprogrammeerd. En die zei het van, die meldde hetzelfde wat wij toen hadden. Er waren toen films die we programmeerden. En zodra de credits begonnen, liepen mensen de zaal uit. Ik bedoel, de Nederlandse films, geloof ik nog niet, waren zeer impopulair. Dus wat dat betreft was het zo
dat als, als de Nederlandse credits opkwamen of de titel van de film, dan was echt de helft van de zaal verdwenen. Ik bedoel, dat is nu anders, gelukkig. Ik weet het niet, ik ben de laatste keer niet naar de sneak geweest. Dus misschien is dat nog steeds zo. Ik hoop van niet, want ik denk dat we namelijk veel betere Nederlandse films maken dan vroeger. Maar goed, dat is een stuk eigenbelang, geef ik toe. Verder is het zo dat de horrorfilms, die waren ook niet iedereen's favoriet. Dus als we een horrorfilm draaien, volgens mij hebben we Candyman ooit gedraaid. Liep echt de halve zaal, liep gewoon leeg na 5 minuten. Maar de grap was dat dat ook een deel van de beleving was. Omdat je altijd daarna in de kroeg kon gaan vertellen hoe slecht die film dan was. En dat het een vreselijke kutfilm was. Buiten het feit dat het zo leuk was om, volgens mij noemde Joris het straks, dat het een soort van dialoog was met de film. Dat je eigenlijk er zat en zei tegen de hoofdpersoon, je moet dit doen of je moet dat doen. Het is dus niet alleen maar de film, het is echt een belevenis. En ik denk dat dat ook, als ik zou moeten zeggen waarom het een succes is geworden, dan is dat onder andere een deel van het succes naast het feit, het fenomeen Criterion zelf. Zoals jullie nu allemaal hebben kunnen zien, heeft Criterion inderdaad dit nu bijna 20 jaar weten te realiseren. Wat ik echt vind dat het een applaus waard is. Ik vind 20 jaar om een evenement te creëren wat nog steeds echt heel goed bezocht wordt, vind ik echt ongelooflijk knap. Dus ik vind eigenlijk mensen van Criterion, applaus. Is gerund door studenten en is voor een gedeelte ook altijd uit als publiek studenten gehad. Dus je moet je voorstellen hoeveel generaties studenten dat zijn in 20 jaar. Dat zijn er behoorlijk wat. En die hebben dit allemaal meegemaakt. Die zijn voor het eerst hier in Amsterdam gekomen, kwamen hier aanraking met de sneak preview, werden erop verliefd, kwamen weer terug, kwamen weer nieuwe mensen en is steeds gaan aangroeien. Dus ik vind het echt heel knap. Nou, er is mij eigenlijk niks anders dan te zeggen dat ik jullie veel plezier wens. Ik weet niet welke film het is. Ik hoop dat jullie het geraden hebben, maar ik ben ook niet ingehuurd om hier de inleiding van de film te geven, maar om eigenlijk iets te vertellen over de sneak preview. De rest wel te zeggen is van dat het mooie van de sneak preview was, dat je eigenlijk niet weet wat het is. Dus elke keer dat je denkt van, ik ga naar een bepaald soort film, moet je eigenlijk elke keer de volgende voorstelling laten zien dat die verwachting weer misplaatst is, omdat je dan naar een heel andere film moet gaan. Programmeren en dat heb ik begrepen, gebeurt nu nog steeds en gebeurde die in die tijd ook. Zodat je een keer naar een film kan komen kijken waar je eigenlijk nooit naar zou gaan kijken als je er op dat moment. En misschien is het vanavond wel zo, hoewel ik denk, het is verrast worden is een heel belangrijk item. Nou, veel plezier vanavond en ik zie jullie misschien straks later. Dag!